Ze zeggen wel eens dat als je iets wil leren, dan moet je er les over geven. En dat klopt. Ik geef nu les in verhalen vertellen, vooral in verhalen maken. En ik leer ongelooflijk veel. En het is vreselijk leuk om te doen. Ik leer over hoe ik het nog beter kan overdragen. Maar ik leer ook over het verhalen maken zelf. En ik heb daar al een heleboel over geleerd. Ik heb cursussen gevolgd, hele goede cursussen. Ik heb van heel veel mensen daar hele mooie dingen over gehoord. Maar ik ontdek ook zelf dingen. Een van die dingen, als je het gaat over boeken schrijven, over films maken, over verhalen maken, er zijn regels. En die zijn universeel. En daar moet je je aan houden, want anders gaat het niet goed. En dan zei ik van ja, maar in die film of in dat boek doet het ook niet. Ja, maar dat is gemaakt door mensen die heel veel ervaring hebben en die weten precies wat ze doen. En dan mag het. En jij bent een beginner, dus doe het me niet. Ik had een beetje. Vanaf kind al hou ik niet zo vreselijk van regels die ik niet snap. Ik moet het waarom van een regel weet. En die mag heel simpel zijn. Als je zegt van nou, op deze manier is het voor ons gewoon makkelijker. Dan denk ik, prima, ik doe dit omdat het voor jou makkelijker is. Ik wil je best een plezier doen. Maar dan zit er in ieder geval een waarom achter. En ik miste de waarom van al die regels over te vertellen. Er werd een beetje gezegd, ja, maar dat is heel oud, bestaat al heel lang, dat is universeel. En ik denk, ja, maar dat vind ik een beetje magisch ver weg. En volgens mij ben ik erachter hoe het werkt. Dit is mijn theorie daarover. Want een van de dingen die ik leerde is dat wij mensen onderscheiden ons van dieren doordat we heel goed samenwerken. En al samenwerkend komen we tot heel veel nieuwe dingen. En we kunnen samenwerken omdat we elkaar verhalen vertellen over hoe het gaat worden. Dus onze breinen, is de manier waarop onze breinen chocola maken van de wereld, is om er verhalen bij te bedenken. Wij zijn dol op patronen. En we willen ook graag een verhaaltje dat die patronen verklaart. Of dat verhaaltje nou klopt of niet. En we hebben ook verhalen nodig om aan andere mensen te vertellen waar we heen willen gaan. En dat is dus wel universeel. En dat doen we al zolang wij mens zijn. Dus dat is ook heel oud en oer. Dat is hoe onze breinen werken. We maken er verhalen van en dan snappen we het. En het leuke is als je naar baby's kijkt, die zijn ook al een patroon op zoek. Als je kiekeboe doet met een baby, vindt hij dat heel leuk, dan moet hij lachen. En als je het dan een keer anders doet, moet een baby ook lachen. Want dan denk ik, dit is leuk, dit is anders dan al die andere keren. Maar het is alleen maar leuk als het een uitzondering is. Als het de hele tijd aan één stuk door anders is, is het helemaal niet leuk voor die baby. Die wordt daar ongelooflijk gestrest van. Dus we hebben patronen nodig. We hebben nodig dat iets is zoals wij het verwachten. Dat doen onze hersenen ook. Die voorspellen gewoon wat er gaat gebeuren. En ze checken of dat klopt of niet. En het moet niet te vaak niet kloppen. Want dan moeten onze breinen gewoon te hard werken. Dus wij hebben een eindeloze data als mens en hebben een eindeloze database met manieren waarop wij verhalen maken. En dat is cultureel bepaald. Dus die vaste regels, die zijn ook in elke cultuur net een beetje anders. En dat zit, volgens mij zit dat in ons DNA. Boren wij zeg maar het collectief onderbewuste aan als we verhalen maken. Dus het is niet alleen dat wij als kind al die verhalen gehoord hebben. Volgens mij zit het nog dieper in dat wij weten hoe verhalen zijn en hoe verhalen gaan. En dat zijn dus die regels. Die regels zijn niets anders dan
Dit is hoe iedereen verwacht dat een verhaal gaat. En daar, het is fijn om daar rekening mee te houden. En rekening mee houden is ook af en toe expres de boel anders doen. Zoals bij dat kiekeboe en dat dan net even iets anders doen. Dan is het grappig. En dat is waarom je rekening moet houden met die regels. En af en toe een regel expres anders doen is ook rekening houden met regels. Dus het is niet een of ander, er zit niet een of andere straf op. De straf die erop zit, als je te veel losgaat van die regels, dan wordt het voor je publiek moeilijker. Want dan kunnen ze, als je je aan de regels houdt, dan weet het publiek waar ze aan toe zijn. En dat maakt het ze makkelijker om je te volgen. En hoe meer je afwijkt van die regels, hoe moeilijker voor het publiek wordt. En een beetje moeilijk is leuk. En voor sommige mensen is heel moeilijk ook heel leuk. En ik moet denken, ik heb 2 jaar geleden zag ik een film. Die brak dus heel veel regels van de verteller. Als je de reviews ziet op IMDb over die film, zeg je ook, deze filmmaker moet echt eerst eventjes een lesje krijgen in hoe je films maakt, want dit, jij maakt er echt een potje van. En ik zag die film in een bioscoop. En dat was fijn, want ik denk dat ik ook was afgehakt bij deze film. Wat de fuck is hier aan de hand? En die film duurde 3 uur. En ik heb bijna het hele eerste uur gedacht, jeez, waar zit ik in en waar zit ik naar te kijken? En op een gegeven moment begon ik ervan te genieten. En ik heb heel veel moeite zelfs gedaan om de dvd te halen. Die kon je alleen maar in Engeland kopen. Het is ook helemaal geen bekende film. Waarschijnlijk doordat hij zoveel regels breekt. En het is een van mijn favoriete films. Dus het kan wel, maar met het risico dat dus een heleboel mensen afhaken. En dat is, denk ik, wat ze bedoelen. Maar je moet heel goed weten wat je bedoelt. Als jij zegt van, ik ga een heleboel regels breken. En ik weet dat dit maar voor een heel klein publiek is. Maar die gaat het fantastisch vinden. En die moet heel hard werken om mijn verhaal te volgen. En dan nog raak ik er een heleboel die in principe wel geïnteresseerd zijn, raken alsnog af. Dat weet ik allemaal en dat vind ik niet erg. Ik denk dat ze dat bedoelen met je moet heel goed weten wat je doet. Dus die regels is, die zijn er voor het gemak. Als je de regels volgt, hoef je een heleboel niet uit te leggen, omdat wij dat onbewust allemaal al weten. We weten hoe het werkt. En dan kun jij je richten op de dingen die belangrijk zijn in het verhaal. En je kunt ermee spelen door te zeggen, ah, jij denkt dat het zo loopt, maar ik doe net even wat anders. En dat is leuk. En dan ga je net als die baby heel hard lachen omdat het anders is. Of heel schrikken of heel ontroerd zijn. Of wat dan ook. Dus ik ben er in ieder geval voor mezelf nu achter waarom die regels er zijn. En ik weet dus nu ook wat ik wel en niet kan doen. En nee, dit wil ik kwijt. Ik vind het zo leuk om dingen over verhalen te ontdekken. Dus het maakt ongelooflijk veel uit wat je in verhaal stopt. Want alles wat je vertelt doet iets met mensen. En dat heeft dus te maken met dat collectief onderbewustzijn met verwachtingen die je invult of juist net niet invult. En daarom is het maken van verhalen zo vreselijk mooi. Want dat is dus de kunst van een verhaal maken. Om met die verwachtingen, om daar goed mee te spelen. Zodat het publiek iets krijgt wat de moeite waard is. En wat ze verrast, wat ze ontroert, wat ze... Dat. Het is zo leuk om daarmee bezig te zijn. En dit is ook zo leuk om mensen te leren hoe dat werkt. Ja, dat wilde ik vertellen.